moet ik je eerst vragen of je in 1975 al geboren was. Nee. Want ik moet mijn commentaar dan afstemmen op het feit dat je er toen niet was. Nee. En dat je dus niet mag vragen hoe jij toen beleefde dat, wat de onafhankelijkheid was. Nee, klopt. Ik was er nog niet. Ik was ook nog helemaal niet in de planning, als ik mijn ouders mag geloven. Prachtig. Dus ja, je hebt er wel over gelezen natuurlijk, veel over gehoord. Maar ik heb het niet zelf ervaren. Oké, okay. Ik stond er middenin. Spannend. Echt middenin. Ja, dat is wel spannend. Ja. De avond van de onafhankelijkheid, ik weet niet of je het weet hoe dat gegaan is, maar het was heel spannend tot het laatst of de onafhankelijkheid doorging. Ja. En daarmee hing ook samen de vraag of Beatrix wel of niet naar Suriname zou komen. Ja. Dus het beeld van koningin Wilhelmina is ook op de avond van de onafhankelijkheid weggehaald van het plein en verhuisd. Er was een hele discussie over of het wel of niet verhuisd zou worden. Ja. En volgens de verhalen heeft Eddie Bruma erop gestaan dat het beeld, omdat ze kwam, dat het beeld, allerlei argumenten, het beeld verhuisd is. Maar oké, okay, ik wil alleen maar zeggen, het was een hele spannende tijd en middag wat er nou zou gebeuren. Ja. Toen was ik lid van de grenscommissie. Ik ben dat eigenlijk, een van de voorrechten die ik had, is dat ik in 1963 ben ik lid geworden. Ik ben afgestudeerd in 1963 en ik was nauwelijks hier, of ik werd secretaris van de grenscommissie. Okay. En dat heeft me het voorrecht gegeven om bijna 20 jaar met Frank Esser te werken. Die was voorzitter van de grenscommissie. Yeah. En die had hele gevleugelde uitspraken. Een van de dingen die hij me gezegd heeft, je komt in de grenscommissie, maar denk erom, grenzen scheiden mensen niet, ze binden mensen. Dat is mijn hele leven is dat me bijgebleven als een wijze uitspraak van iemand. Omdat ik in die grenscommissie zat, had ik ook een uitnodiging om naar het stadion te gaan. En op het stadion was dus vlaggenparade. En dat, we kennen allemaal die foto van Beatrix, die staat met Aaron. En met Lachman. Klopt. En dat ze elkaar omhelzen. In die witte jassen. Ja. En terwijl ik in het stadion met mijn vrouw zat, kwam er iemand en die tikte me op mijn schouder en die zei, je moet na de plechtigheden, moet je naar Torarica gaan. Okay. Heb ik ook gedaan. En om een lang verhaal kort te maken, er was een discussie gaande op de kamer van de Guy Fortman, die hier was samen met Den Uyl. Mm-hmm. Op de kamer van de Guy Fortman een discussie gaande tussen hem, Aaron, Bruma en ik dacht nog iemand, wie weet ik niet meer, kan ik me niet herinneren. En die discussie die ging over de grens. De Fransen hadden toen, niet de Engelsen, de Fransen hadden toen een hoge ambassadeur gestuurd met een tekst waarvan zij vonden dat die tekst moest staan in de akte van secessie. Oh, oké, dat wist ik niet. Nee, natuurlijk wist je niet. Omdat dat heel, het was een hele kleine groep. En die tekst was niet aanvaardbaar voor ons. En Den Uyl en de Guy Fortman, die speelden een soort bemiddelende rol om te proberen of we toch een tekst erin zouden kunnen krijgen die akte van secessie zou paste. Allerlei voorbeelden zijn aangehaald, allerlei teksten zijn beproefd, maar ook geen tekst. Enfin, het was 3:00 AM. Mijn vrouw kan het zich goed herinneren, want ze sliep beneden in Torarica in de lounge. Oh. Het was 3:00 AM toen we stopten en toen heeft Den Uyl de gevleugelde woorden gezegd, collega, en toch kunnen we het morgen niet uitstellen. Het typeert het feit dat niet alleen morgen niet uitstellen, de onafhankelijkheid was er al. Ja. Je kon hem niet meer uitstellen. Ja. En je zal het niet willen geloven en je gaat het nergens lezen, maar die akte van secessie is getekend met een blote paragraaf die we pas de volgende dag om 12:00 hebben zijn overeengekomen en die ingevuld is. Dus die nacht van de onafhankelijkheid is me altijd bijgebleven als iets van veel onzekerheden. Iets waar hele grote beslissingen
genomen worden op een heel laat tijdstip, op een hele slordige manier. En ja, dat je eigenlijk, zoals men zegt, politics has a morality of its own. Mm-hmm. Het heeft zijn eigen moraal. Jij zegt tegen mij als jurist, als het niet getekend is, dan heeft het geen waarde, of dan dit, of dan dat. Ja. Ze doen zoiets groots en politics has a morality of its own. Ja. Dat heb ik toen ook goed begrepen. En dat heeft voor mij, was het de nacht van de onafhankelijkheid. Wat heb jij van je, niet van je eigen herinnering was ze niet, maar wat heeft mij je Ik heb me altijd heel goed kunnen inleven in boeken. Ik hield al vanaf heel jong van lezen, nog steeds trouwens. En ik kreeg van een tante, we waren op bezoek in Nigeria en er was niet heel veel te doen. En toen zei ze, nou, ik heb een leuk boek voor jou. En dat was Koin Sibaka. En ik heb me daar zo in ingeleefd dat ik bijna dat meisje was, hè, dat vanuit de stad verhuisde naar Komawijnen, maar die dus de onafhankelijkheid meemaakte. Ja. Zo heb ik dus als jong meisje eigenlijk, ik denk een beetje, ik denk de Mulo-school, de eerste klas Mulo-school toen ik het boek las, ingebeeld hoe dat geweest zou moeten zijn. En toen ben ik gaan vragen. Ik heb een tante die heel graag vertelt over vroeger, dus ik heb haar toen gevraagd en toen vertelde ze ook. Wat me voornamelijk bijbleef is dat heel veel families, hè, complete families, toen zijn geëmigreerd naar Nederland. Omdat je voor de onafhankelijkheid, als je wegging, dan was je Nederlander. En dat, er was heel veel onzekerheid in de samenleving. Maar wat zou er gebeuren? Zou er een burgeroorlog ontstaan? Hoe zouden we het gaan redden? En ik kan me herinneren dat mijn moeder vertelde dat zij haar eerste jas heeft gekocht bij de Bijenkorf. En dat is een van de duurste winkels in Nederland. Omdat de koers toen 1-2 was. En dan was het voor 1 Surinaamse gulden, kreeg je 2 Nederlandse gulden. Dus dat heeft wel indruk op me gemaakt. Dat wij een hogere munteenheid hadden dan het land waar wij een kolonie hadden. Hebben we heel lang gehad. Ja. Heel lang. Toen ik studeerde was het nog. Ja, was het ook zo. Ja. Maar die onafhankelijkheid, hè, behalve dat feestje dat we gehad hebben. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.